De twee CARICOM-jeugdambassadeurs Dwight Prade en Georgette Grootfaam en de twee UNSDG-jeugdambassadeurs Charmaine Pansa en Sifern Hammen zijn vanmorgen op het presidentieel paleis geïnstalleerd. De jeugdambassadeurs vinden het een eer dat zij gekozen zijn om het jeugdwerk op een hoger niveau uit te voeren. U hoort de vier gekozen jeugdambassadeurs die aangeven wat zij na hun installatie van plan zijn te doen. Het eerste dat we zullen doen, wij denken natuurlijk, is eraan om onze omgeving schoon te maken. Want voor je begint te werken, moet je beginnen in een schoon milieu. Er is nu een challenge gaande op Facebook, dat is die trash challenge. Wij gaan dat ook doen om bepaalde gebieden schoon te maken. Zodat jongeren ook weten, voor je begint met iets, maak je omgeving schoon. En dan gaan we over tot het schrijven van projecten en het uitvoeren van projecten. Ik denk dat we winners creëren, omdat deze 17 doelen gemaakt zijn om de aarde, of vastgesteld zijn om de aarde te maken tot een betere leefplek voor mens, plant en dier. En als we aan de hand van die achterliggende gedachten te werk gaan, dan denk ik dat we de awareness moeten creëren. We moeten het overal brengen in het geheel land. Dus ik denk dat de awareness, dat we zullen starten met een awarenessprogramma om deze 17 doelen uit te dragen. En dat geeft een tevreden gevoel, maar zeker ook de uitdaging en de opdracht tegelijkertijd om het werk die voor ons weggelegd is met voldoening op te pakken en te voltooien. En ik beloof aan Jong Suriname dat wij zeker dit werk naar beste weten zullen voltooien. Ten eerste willen we ook dat CARICOM meer gaan promoten onder onze Surinaamse jongeren. Omdat onze Surinaamse jongeren niet weten wat dit programma inhoudt en wat voor voordelen ze kunnen hebben binnen dit programma. Als ik denk aan jong ondernemerschap, er zijn heel veel getalenteerde jongeren binnen onze samenleving. In districten, in verschillende communities. Wij als CARICOM ambassadeurs willen het jong ondernemerschap vooral gaan promoten. Omdat onze jongeren zelf in het Caribisch gebied beter kunnen gaan moven en kunnen gaan profileren. Maar die informatie hebben ze niet. Daarom willen we ten eerste eigenlijk het programma goed gaan promoten. Zodat onze jongeren weten wat het CARICOM ambassadeursprogramma eigenlijk inhoudt. Vice-president Ashwin Adin zei tegen de geïnstalleerde jeugdambassadeurs dat zij de verantwoordelijkheid hebben het imago van Suriname verder uit te dragen. Vooral wanneer het jongerenparticipatie betreft. De jeugdambassadeurs zijn de stem van de Surinaamse jongeren. En het is belangrijk dat jongeren actief met elkaar bezig zijn. Alleen door actieve participatie kunnen jongeren bewust worden van de gebieden waarop de CARICOM en de United Nations zich oprichten. Ambassadeurs, maak u gebruik van de netwerken waar u zal binnentreden. Dames en heren, ik breng u in herinnering dat jongerenparticipatie geen doel is op zich, maar een proces waarbij jongeren in de gelegenheid worden gesteld om mee te doen, mee te denken, mee te beslissen in zaken die betrekking hebben op hun welzijn in de ruimste zin des woords. Vice-president Ashwin Adin vanmorgen na de installatie van de CARICOM en de UNSDG jeugdambassadeurs op het presidentieel paleis. Voor de CARICOM zijn dat Dwight Prade en Georgette Grootfaam en voor de UNSDG zijn dat Sifern Hammen en Charmaine Pansa.